Is het jullie eerste kerstboomverbranding? Nee, we hebben het al vaker gedaan. Ja? Ja. En vind je het wel een beetje leuk? Ja, heel erg, ja. Ik vind het wel leuk omdat het een grote vlam is en je ziet ook heel veel mensen bij elkaar op één plein. En ik zie ook dat je eigen kerstboom meegenomen hebt. Wat ga je daarmee doen? Die gaan we ook op de brandstapel gooien. Kunnen we dat samen doen, denk ik? Denk het wel. Zullen we het doen samen? Oké. Kom. Dames, jullie hebben deze prachtige avond georganiseerd. Hoe is dat tot stand gekomen, de samenwerking? Nou, de gemeente wil graag dat verschillende wijkverenigingen samen gaan werken. En wij hebben toen, de Stichting Gemeenschap Zuilen kreeg een nieuw bestuur. En toen zijn wij als Comité Julianapark met Stichting Gemeenschap Zuilen om de tafel gaan zitten. En toen bleek dat wij eigenlijk hetzelfde willen, namelijk leuke activiteiten organiseren voor Zuilen. Dit is natuurlijk wel de eerste samenwerking. Hoe voelt dat? Ja, fantastisch. Ja, dat merkten we meteen vandaag al, hoe geweldig het is dat je dan mensen aangeboden krijgt die ervaring hebben bij de brandweer. Die kunnen helpen om zo'n stapel op te bouwen. Terwijl we in het verleden altijd afhankelijk waren van anderen, merk je nu dat die krachten gewoon aanwezig zijn. En hoe mooi dat in elkaar overloopt en samen gaat, ja, dat is fantastisch. Hoe voelt dat eigenlijk? Stoer? Ja. Wat vind je hiervan, de kerstboomverbranding? Tot nu toe vooral warm eigenlijk al. Een leuk, grote bijeenkomst. Hoe lang zit je eigenlijk bij brandweer? Nu 3/4 jaar denk ik. Wat ben je eigenlijk precies aan het doen? Nou, zorgen dat niet te veel warmte in de buurt van de burgers en vooral kinderen die hier staan komt. Je bent een beetje laat met je kerstboom. Ja, sorry. Ik was nog niet thuis van het werk. En ja, het is toch wel leuk om nog te brengen. Hè? Zeker. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het fantastisch. Hartstikke leuk, toch? En gezellig met z'n allen bij elkaar. Ze waren net echt zo hoog en ik schrok me echt dood. Ik vind het echt super vet dat ze dat allemaal gaan doen. Vooral hier. Want hier komen ook de meeste mensen. En mensen kunnen hier ook van het raam kijken. Zo. Ja, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Alles kwam helemaal. Er kwamen allemaal vlammen boven me. Dit is de enigste plek in Utrecht waar de bomen mogen verbranden. Ja, vroeger was het in elke wijk. Was een kerstboomverbranding. Maar de milieugroeperingen vinden dat natuurlijk wat minder. Hè, want het is niet milieuvriendelijk. Dus werd het zo langzamerhand verboden in elke wijk. En zou ook Zuilen mogelijk de kerstboomverbranding kwijtraken. En de vroegere voorzitter, mevrouw Antje Drijver, Anne Drijver heette ze. Die dacht, ik ben slim, ik vraag de burgemeester of hij het vuur in Zuilen aan wil steken. De burgemeester die wist niks van vergunningen, dus die zei ja. Niet beseffend wat hij daarmee zei. En vervolgens ging ze naar de wethouder en zei ze, ja, in Zuilen gaat het door. En toen zei hij, jij krijgt geen vergunning. En toen zei ze, dan moet jij dat je chef maar uit gaan leggen, want hij steekt de bomen aan. En toen kreeg Zuilen toch een vergunning.